Welkom bij Bodegum.nl. Vandaag zijn we op locatie bij House of Yachts in Brennisse en gaan we aan boord van de Halbergrassie 42F. Deze rassie is gebouwd in 1999 en daarmee een van de laatste 42'ers die gebouwd is. Deze rassie is uitstekend uitgerust en geschikt voor langere zeiltochten. Er is een stowaway mast gemonteerd, elektrische lieren voor comfortabel zeilen. Ook is er een windgenerator en een watermaker aan boord, waardoor het verblijf op zee voor langere tijd mogelijk is. Deze Rassie 42 is sloepgetuigd en voorzien van een kotterstag voor nog meer comfort en veiligheid onder alle weersomstandigheden. Ook onderdeks verkeert deze Halbergrassie 42F in een uitstekende staat van onderhoud. Er is veel comfort aan boord, met onder andere twee royale hutten met ieder eigen sanitaire voorzieningen. Een goed uitgeruste kombuis met een magnetron, een vriezer en oven.